dit is een toch bijzondere wedstrijd. Bepaald niet voor het eerst dat Feyenoord zich zo inzet voor het goede doel. Mooi spandoek daar met de oproep die wij ook allemaal onderschrijven. Stop de oorlog. Speciale shirts die nog geveld gaan worden. Opstelling van Feyenoord. Koyokaru dus in het doel achterin. Hal nu rechtsback. Maar voor de rest is het toch een vrij behoorlijke verdediging. Op het middenveld zien we een plaatsje voor Bessert. Hendricks in de basis. Maar ook voorin, ja, Nelson, Dessers, Linssen. Oh, dat had ook zomaar in de Eredivisie natuurlijk de basis kunnen zijn. Bij RKC ontbreken dus wat internationals en ontbreken wat spelers die rust krijgen. Het leidt tot deze opstelling. De bekerploeg werd eigenlijk al genoemd door Hans Kraaij. En dat is toch ook wel ongeveer de juiste benaming hiervoor. De spelers die ook in de beker veel speeltijd kregen. En in de competitie over het algemeen wat minder. Met Hans Mulder bijvoorbeeld. Voorzet is hier goed en daar is bijna Bessert. Schot van Nelson wordt nog goed gepakt door Joel Pereira. Eerste serieuze dreiging. Nelson die Europese doelpuntje al meepikte. De jonge supporters zien Feyenoord echt wel proberen om de doelpunten te maken. RKC is hier bepaald niet gekomen om Feyenoord al te makkelijk te maken. Dit is een bal om één keer te nemen, ja natuurlijk. Goeie paas. Als hij zo lekker komt met die linker, het is niet makkelijk. Goed ingespeeld op Bessert. Dessers, denk geen buitenspel. Ik denk dat Wouters dat opheft. Nou, dan Dessers. Dessers. En Hol schiet hem er ook niet in. Ongeloof bij met name dat duo voor het doel. Hij had hier toch zijn doelpuntje in de Kuip mee kunnen pikken. Wouters staat wat achter zijn laatste lijn en heeft daarmee het buitenspel op. Dessers kan zelf scoren, maar denk nou weet je wat, Linssen loopt mee. Die kan wel wat vertrouwen gebruiken. Maar Linssen had niet helemaal door dat hij boven hem was. Die dacht, er zal iemand achter me lopen. Linssen nu dan. De 1-0 die eraan zat te komen is hier dan. Vlag blijft omlaag. Er wordt wel geappelleerd door RKC. Maar ik neem niet aan dat er een VAR is die in gaat grijpen. Het bepaalt niet de eerste kans voor Feyenoord in deze wedstrijd. Dan wel het eerste doelpunt. Kijk naar de keeper. Timed hem goed. 11 doelpunten in de competitie gemaakt. Krijgt hij hem weer? Ja, prachtige paas. Nou, voor de 1-1. Bellassani alle tijd. En het doelpunt daar. Prima afgemaakt, maar vooral een goede actie natuurlijk van Stokkers. Goed gedaan door Stokkers. Prima afgemaakt door Bellassani. Maar heeft wel ook alle tijd. Och, zit er helemaal naast. Toornstra stuit op de keeper. En geen kans voor Linssen die dan wel de overtreding maakt op Mulder. Feyenoord heeft toch aardig wat kansen gehad. Goeie paas dit weer. Speculaire poging van Mulder om het onderscheppen. Niet helemaal geslaagd. Daarna dus Linssen die de overtreding maakte en geen rebound kreeg. De bal draait naar de tweede paal waar geen Feyenoord er staat. Maar dan wordt hij weggekopt. En het weer inschieten van Bessert. En de kans voor Dessers. En bijna vervolgens het doelpunt van Dessers. De eerste schietpoging, ja hier kan Luton daar veel rustiger uit verdedigen. Paasje op Lutonda, die tekt hem hard terug en daar is de 2-1 voor RKC. Ploeg krijgt de amper kansen, maar hij staat zomaar op voorsprong. Dit is goed gespeeld, paasje van de Buis, strak terug door Terry Lutonda. En dat is een vrije trap. Hij legt hem er buiten. Van de Buis zegt, ik doe echt helemaal niks verkeerd. Nou, dat kan kloppen. Hij deed sowieso niks. Een vrije trap.
op de vuisten van Joel Pereira. Toornstra. Och, lekker balletje. Linzen voor zijn tweede. Heerlijk gemaakt. En zo is dit met fraaie doelpunten. Toch een zeer vermakelijke wedstrijd ook. Een wedstrijd voor het goede doel. Maar als je er wel toch bent, maak er dan maar een leuke wedstrijd van. De assist is goed van Toornstra. Legt de bal heerlijk in de loop. Geen buitenspel. Vrij afgestift daar door Linzen. Ziet de keeper komen. En ligt hem heel beheerst over Pereira. Handig gedaan dit. Er ligt wat ruimte voor Feyenoord met 4 man eruit. RKC sprint om er 5 terug te hebben. Kan nog een keer verder door. Ook Hokker is mee. Die geeft de voorzet. Maar Mulder komt weg. Hendricks. En de vrije trap. Voor Feyenoord. Hoe is de vrije trap? Fraai, maar de redding ook van Pereira. Goeie trap wel. Van Bassett. Van Colorado Rapids. Speelde zelf voor de nationale ploeg voor Amerika. Scorend zelfs tegen Bosnië. Volgende kans, Feyenoord. En die zit erin. Mooi doelpunt van Noah Naujoks. Al is het vriendschappelijk. Dit moet voor hem toch een schitterend moment zijn. Naujoks die hem vol overtuiging inschiet. Hokken. Linzen. Schot vanuit de tweede lijn over van Bassett. Weer een goede bal van Hokken. Het is niet de eerste die de linksback geeft. Die maakt aan de bal toen een prima indruk. Het is gewoon een lekkere bal voor Linzen. Net niet helemaal lekker kunnen timen Bassett. Is het buitenspel of niet voor Linzen? Vlag blijft omlaag. Dan is daar geen 4-2. Krijgt hem er net niet in. Geklungel achterin bij RKC. Leidt bijna tot zijn derde. Zawi had hem graag voor willen krijgen. Naar Bijlo. Zo, ik heb het idee dat hij populair is. Kukken staan er niet voor niets. En de kopbal is zeker niet gek. Pereira haalt hem nog net onder de lat weg. Timed goed en krijgt de bal net niet in een hoek. Ook niet geheel onpopulair bij de dames, zo te zien, Marco Senesi. Nieuwpoort kappen en schieten. Dat is wel vrij hard en vrij voorlangs, Lars Nieuwpoort. Het zand. Bassett probeert hem tussen verdediging en keeper te leggen, maar schuift hem recht in de handen van Pereira. RKC neemt wel erg veel risico daar, dat bepaalt niet voor het eerst. Slim hakje. Nog één goede voorzet voor de vierde. En is dit een penalty of niet? Nee, zo geeft scheidsrechter Lindhout aan. Goed gekapt. Niet zo denderend geschoten. Geen probleem voor Koyokaru. Om deze mooie avond nog wat mooier te maken. Buetner met veel effect gegeven. En dat levert bijna nog de kans op voor Min. Koyokaru zat daar nog wat bij. ...50-50 duels. Maar dan wel net allemaal gewonnen door Adeboye.
Buettner heeft zin om even die bal met de buitenkant voeten her en der neer te leggen. Maar ze komen wel aan. En hier is de kans nog en het doelpunt ook. Meulensteen zorgt nog voor 3-3. En met de voorzet van Bellassani op maat is de kopbal vervolgens ook goed. Goed werk van Meulensteen. 3-3. RKC zelfs nog even op jacht, misschien nog naar een winnend doelpunt. Er moet normaal gesproken niet heel veel extra tijd bijkomen. Het eindigt tussen Feyenoord en RKC in 3-3 in een vermakelijke benefietwedstrijd. De ondersteuning van de vluchtelingen uit Oekraïne. Een mooie, hele mooie avond met veel jonge Feyenoord supporters. Die een mooie wedstrijd hebben gezien, die een leuke avond ook rond het stadion hebben beleefd. Het goede doel dat wordt gesteund, 6 doelpunten daarbij. Ja, je kan nog niet heel veel meer wensen. Een jonge doelpunt te maken voor Feyenoord, die zijn eerste op deze manier in de Kuip erin heeft liggen. Een bijzondere avond voor Naujoks. Ongetwijfeld de meest blije Feyenoorder. Al had hij misschien toch nog net wel iets leuker gevonden als de winnende was geweest. Had hij die ook bij kunnen schrijven. Nu eindigt het in 3-3. Ja, we hoppen van het goede doel naar de wedstrijd. Misschien doen we dat te veel. Maar jullie wilden graag spelen, hè, voor dit goede doel. Nee, tuurlijk. Absoluut. We weten allemaal wat er aan de hand is en hoe verschrikkelijk het is. Wat is dan een wedstrijd spelen voor dit goede doel? Ja, en het is ook nog voor dichtbij. Hè? Het is niet dat het op een grote hoop gaat, maar het is ook voor de vluchtelingen hier die op jullie parken zitten van je sponsor. En ik hoorde dat er vandaag ook een aantal hier waren. Ja. Ik hoop dat ze een hartelijk welkom hebben gehad en dat ze een mooie avond hebben gehad. Ja, jullie waren erg gretig om ja te zeggen, hoorde ik van jullie trainer, om hier naartoe te gaan. Ja, nee, we wilden gewoon een lekkere pot neerzetten en met deze grasmat hier. Ja, maar ik bedoelde eigenlijk voor het goede doel. Ja, sowieso. Maar ja, dat is ook waar deze wedstrijd voor gespeeld wordt. En dat er toch nog zoveel mensen komen en zoveel kinderen, dat is gewoon mooi. We weten hoe het werkt, hè? Zo'n oefenwedstrijd, dan is het resultaat niet het allerbelangrijkste. Toch, als trainer, ga je toch denken van, nou, dit of dat ga ik eens proberen. Die of die speler wil ik eens op een bepaalde positie zien. Wat is jou opgevallen zo in deze wedstrijd, wat je meeneemt? Nou, wat ga je nou lachen? Is dat weer onzin wat ik zeg? Nou, het was inderdaad geen hogere tactische wiskunde wat ik vandaag gedaan heb. Ik denk dat ik om en nabij 11 spelers had vanuit de selectie die we nog over hadden. Wat een heel goed teken is voor Feyenoord, hè, dat we zoveel internationals hebben. Dus daar heb ik geprobeerd om die allemaal zoveel mogelijk op mijn eigen positie te laten spelen. Zonder daar allerlei tactische overwegingen voor te hebben. En dan is het heel mooi om te zien dat Brian er 2 in schiet. Deed hij expres om jou te pesten, zei hij. Nou, dat vind ik alleen maar heel mooi, want in alle vorige oefenwedstrijden scoorde Cyril er lustig op los. Ja. Maar Brian scoorde van de week ook al in de Conference League en schiet er weer 2 binnen. Ik denk dat het voor een spits alleen maar prettig is om te scoren. Klopt het dat jij contact hebt gezocht met Levchenko om aan te geven dat jullie best nog wat meer willen doen voor zijn stichting en dat jullie vandaag verschrikkelijk graag wilden spelen, ook weer voor het goede doel? Ja, dat klopt. Namens de spelersport hebben we ook een bijdrage gedaan aan zijn foundation en of tenminste zijn foundation aan de foundation waarvan hij dat klopt. Ja, omdat jullie daar verplicht te worden. Wie neemt het initiatief daartoe dat jouw spelersgroep gaat doneren? Dat heb ik eigenlijk gedaan samen met de teammanager en uiteraard in overleg met de spelersraad. Uiteraard was dat vrij snel besloten ook. Het is verschrikkelijk wat er allemaal gaande is natuurlijk. En als je dan op een manier een klein steentje kunt bijdragen, dan vind ik dat je dat moet doen.